Ja, voor mij had hij niet weg hoeven hoor. Tom Egbers. Nee. Maar ik zit het nou net te lezen. Over dat kort geding met die NOS. En denk ik, Tom Egbers, wat begin je nou aan? Ja. God, man, dan ben je bijna 65. Je zit geloof ik een paar maanden voor je pensioen. En dan ga je een kort geding, want je wil zo nodig weer terug op tv. Want het, man. Wat een ego's allemaal. Waarom zou je dat willen? De NOS, beste Tom, die willen jou niet terug. Nee, die hebben er geen zin in. En het personeel, een groot deel van het personeel, die werden onrustig bij het idee dat je terug zou keren. Dus die willen jou ook liever niet terug. Die hebben geen zin. Kennelijk is er te veel gebeurd in het verleden. Heb je misschien iets te veel mensen beledigd. En lopen narren daar. En vervelen. Want dat was natuurlijk toch een beetje de sfeer daar bij dat Studiosport. En ja, en nu? En nou wil jij per se terug. Want de Tom Egbers, die zegt, ja, ik wil mijn vak uitoefenen. Mijn vak, een vak. Niet zo serieus allemaal over onzin die wij doen. Tom, het gaat nergens over. En dan, ja, en ik wil ook niet herinnerd worden als de man die vervroegd moest afzwaaien. Neem je jezelf weer serieus, Tom? Niet doen, niet doen. Het gaat nergens over. En daarna zegt hij ook nog eens een keer, ja, ik wil niet weg. Door de zijdeur. Haha, Tom. Hé, hey, nee. Waarom neem je dan niet de achteruitgang, de artiestenuitgang, Tom? Dan neem je die gewoon. Ja, is ook een prachtige uitgang. Staan meestal mensen, echte fans, die willen nog een fotootje van je en een handtekening. Ja, de artiestenuitgang, neem je die? Ja. Ach, Tom Egbers, waarom wil je terug naar iets waar ze je helemaal niet meer terug willen hebben? Ongeacht de uitslag van dit hele verhaal. Of dit goed komt, of dat hij terug mag komen, of niet, of terug. Maakt niet uit. Dit wordt helemaal niks meer. Nee. Wat jij moet doen, beste Tom, verander je voornaam in Douwe. Hey, en ga lekker koffie drinken en genieten van het leven.